Hoi hoi, ik ben Sjane van de Vreugdegarage en we komen met een tutorial, een nieuwe calligrafie heet die. En ik heb een aparte film gemaakt of een video gemaakt voor de mini-album en een aparte voor de box die er omheen gaat. Daar ben ik nog helemaal niet mee bezig, maar die gaat er wel komen en die zien jullie waarschijnlijk wel in de introductiefilmpje. En oké, ik heb hier er al twee klaar. Twee van die albums en ze zijn eigenlijk allemaal hetzelfde en vandaar dat ik er dus maar één voor ga doen en dan kun je hem nog een keer terugspoelen voor eventueel als je er ook drie wil, maar je kunt het ook gebruiken als zijn een beginnersalbum, want hij is 10,5 bij 10,5 de buitenkant en hij is heel makkelijk te maken met restjes papier wat je hebt. Wat ik ga proberen is met die drie albums met twee pakketjes van 20,30 bij 20,30 te doen. En ik heb wel wat grote knipvellen erbij van 30,5 bij 30,5. Dat zijn losse. En even kijken of dat wel of niet lukt. Ik doe alles met magneetjes. Ik zie ze trouwens hier tussenuit piepen. En je kunt het ook met klittenband doen, maar dat is helemaal wat je in huis hebt. Maar dat geldt voor alles. Zo, ik neem aan dat niet iedereen deze dingen heeft. En ik wist ook niet dat ik ze nog had. En dus ik weet ook niet waar ik ze vandaan heb. Maar je kunt er in principe van alles op bevestigen. En ik zal je in deze tutorial leren hoe ik dat gedaan heb. Oké, dus deze gaan aan de kant. Dus ik ga dit papier gebruiken. En we beginnen met de chipboard. 10,5 bij 10,5. En een stukje van 10,5 bij 5 centimeter. Oké, die gaan we inpakken in black plastic. 16 bij 32 centimeter. Dus met een A4'tje zou je het ook kunnen doen als je geen plak plastic hebt. Dan gaan we dit lospoiteren. Ik probeer in één video het album te doen. Moet kunnen, want het zijn heel veel dingen hetzelfde. En zoals het designpapier plakken, ja, dat lukt jullie natuurlijk wel. En als het nodig is, dan leg ik gewoon dingen uit. En ik leg het uit alsof het een beginnersalbum is. Omdat ik ook graag wil dat mensen die nog nooit een album hebben gemaakt, dat die deze eventueel ook kunnen maken. Ik heb hem zo berekend dat ik ongeveer 3 centimeter speling heb. En dan ga er maar vanuit dat ik altijd scheef ga plakken, maar dat maakt op zich helemaal niet uit. Dus het eerste stuk. Dan krijg je het middenstuk, de rug. Je hebt ongeveer 0,4 centimeter wat er tussen moet. Je kunt er ook je liniaal tussen zetten. En die moet er dan tussen passen. Maar uiteraard afhankelijk van je chipboard. Als jij een heel dik chipboard hebt, dan je moet hem dichtklappen. Dus dan zul je wat meer ruimte moeten nemen. Want dit is volgens mij 1 mm chipboard wat ik hier gebruik. Dus dat is een beetje zo'n pizza bord. Of een pizza doos. Oké. De manier waarop ik pak even mijn mesje. Hoe ik dit doe, die hoeken die moeten er namelijk uit, zodat we hem in elkaar kunnen vouwen. Ik zet hier een potloodpunt neer. Daar leg ik mijn liniaal tegenaan. En die hoek is de hoek die eruit moet. Nou doe ik hem een beetje schuiner. Je moet oppassen dat je haar daar natuurlijk wel een stroofje overhoudt. Dus als je dat bij de kanten doet. Dus je maakt hem iets kleiner. Ik hou wel die potloodpunt in de gaten. Oké. Die gaat eraf. Ditzelfde. Ik zet mijn potlood aan deze kant. In het verlengde van het album. Daar zet ik de potloodpunt.
En dat is het stuk wat je eraf moet halen. Mijn potloodpunt in het verlengde van het chipboard. Die moet je natuurlijk wel een stuk overhouden. Hè? Dat je niet alles wegknipt. Want dan valt er daar niks te vouwen. En dat is wel mijn plak plastic. Dat gaat allemaal sneller. En het album is soepeler. Nou, uiteraard, want papier is natuurlijk heel stug. En dit stuk. Oké, en dan 4 stukken eraf. En dan kunnen we beginnen met plakken. We beginnen te plakken met de lange zijde bovenaan. Je begint in het midden, trek naar je toe. En dan ga je naar buiten toe. Oké, draai hem om. Begin in het midden. En je trekt hem naar je toe. Oké. Je kunt eventueel alvast met een vouwbeen dit aansmeren, maar ik doe dat altijd vaak. Op het laatst. Oké, dan heb je hier dat hoekje wat je uitgeknipt hebt. Dat gaat naar binnen, dus dat vouw je naar binnen toe. Zodat je dat hoekje inpakt. Dat is een, net als kaften eigenlijk. En dan kan dit wel eens scheef gaan, maar het maakt op zich niet uit. Wat is dit nou weer? Want er komt straks nog papier overheen. Het gaat er wel om dat je dit randje goed inpakt. Ja. Hij wil niet echt. Ik heb van die dagen. Oké. Nou, het hoekje zit erin. Hier en daar wel een bobbel. Ik vind dat niet zo erg. Hier gaat het hoekje er ook in. Hier gaat het hoekje erin. En dan trekken we hem eroverheen. Deze wil ik nog dubbel. Oké. En dan ga je met je vouwbeen overal langs. Je gaat ook hier in. Je draait hem om. Strak. Hier ga je ook in. Want het kan inderdaad ook zijn dat je hier zeg maar bobbels krijgt als je hem dicht doet. Maar dat heeft te maken met dat je deze erin moet drukken. Dus dat hij goed vast zit. Oké. En dit is met plakplastic. Je kunt hem gelijk vouwen. Met papier lukt dat niet. Dan zul je moeten helpen door hier dit omhoog te krijgen. Oké. Dus dit is de buitenkant. Oké. Oeps. Dan gaan we naar de hinge. De hinge is... Laat hem even pakken. De hinge, dat is de ophanging van je basisbladen. En die komt hierin. Nou, dit is zwart gekleurd uiteraard. En ik ga samen met jullie het wit maken. Even kijken, ik zal er even een... De hinge. Oké. Het blaadje is 10 bij 17 centimeter en deze moet je even opschrijven, maar je kunt het ook onthouden. Het is 3 tot en met 14 onder 1 centimeter. En dan hou je ook 3 centimeter aan die kant over en 3 centimeter, dat is de overlapping van de rug naar, naar de voor- of achterkant. Oké, ik zal een beetje een beeld hebben. Ik pak even mijn rilapparaat erbij.
Ja, als je geen rilapparaat hebt, dan zul je het handmatig moeten doen. En dan ril ik op 3. Daar begin ik. Op 3. Met deze moet ik hem omdraaien. En dan gaat hij in één keer door naar 14. Dus 4. 5. 6. Enzovoort. Oké, ik heb hem gerild. En dan heb ik even een hulpmiddeltje van welke delen er op elkaar moeten geplakt worden. Wil je zeg maar deze opstaande rond hebben. Je begint in het grote vak met X. En dan krijg je 1, 2. X, 1, 2. X, 1, 2. X, 1, 2. X. Op de eentjes. Doe je wat dubbelzijdig tape. In ieder geval dat is jouw plakgedeelte. Als je geen dubbelzijdig tape hebt en je doet het met lijm, dan is de nummer 1 hetgeen wat je op de nummer 2 straks moet plakken. Dit kan dingetje maken, is het vaak het lastigste van het maken van een mini-album. Dus daar hebben we wat hulpmiddeltjes voor. Ik heb dat een keer ergens gezien. Weet je, al die scrapbook albums, tutorials, die zijn allemaal een keertje langs geweest. Want in Amerika maken ze het al jaren. Dus dat komt vast wel eens voorbij. Dus als je bij mij ook dingen ziet en je denkt van, joh, dat heb ik wel eens eerder gezien. Kan kloppen, alles is al uitgevonden. En ik probeer het op mijn manier zeg maar uit te leggen. Oké, de eentjes gaan op de tweetjes. Dan vouw ik hem alvast voor. Trek hier de tape vanaf en doe de eentjes op het tweetje. En dan heb ik een kruis. En dit is vastgeplakt. Deze 1 op die 2 ga ik ook weer voorwerken. Ik zal hem wel even vouwen van tevoren. Want anders. Dat is 2. Weer een X. 1 op die 2. Oké, excuses voor mijn nagels. Ja, nagelstylisten zijn ook dicht nu met de corona lockdown. En mijn kleindochter die vond het leuk om oma de nagels te lakken. Dus het ziet er een beetje bling bling uit. Kijk, dan heb je allemaal x's. En aan de andere kant, als je deze terugvouwt, dan heb je de ophanging. Nou heb ik bij die rode tape gebruikt. Dat is deze. Die dunne. Een tacky of zelfs zeer stevige dubbelzijdig tape. Het enige nadeel is van deze tape is hij is verschrikkelijk statisch. En ik heb het altijd overal hangen. Dus ik ga bij deze ga ik van een ander merk de dubbelzijdig tape gebruiken. En die plak ik aan de bovenkant. Dus het is smaller dan je gewend bent bij mij, de tape. Want ik gebruik normaal 0,8. En ja, dat doe ik dus nu. Nu heb ik, hoeveel millimeter zal dit zijn? Even kijken. Nou, dit is 4. Ja, het andere is bijna dubbele. Dus het dubbele. Als je die brede hebt, dat is niet erg. Je ziet dat hier. Ik doe het trouwens aan beide zijden. Hè? Nou, we gaan ervan vanuit dat deze ook allemaal aan die kant zijn. Nou zie je dat ik normaal heb een dubbele. Een dubbele hinge. Dan heb ik meer speling. Maar omdat dit albumpje, het is maar 10 bij 10 uiteindelijk wat er binnenin komt. En dat heeft geen dubbele nodig. Die kun je goed vouwen. Als je hem maar wel
vanuit het, als je hier die rilrand hebt, dan moet je wel een paar millimeter, 1 of 2 millimeters vandaan plakken. Mocht je alleen de brede tape hebben, ik zal er eentje doen met brede tape. Ik zeg dit al bij voorbaat, want het gaat gebeuren, want het gebeurt mij ook namelijk. Dan, oeps, dan kan het zijn dat je hier beneden, als je hem afhaalt, een heel lelijk randje krijgt. Dus een lijmrandje nog. Oplossing is een zwarte stift. Met een zwarte stift kun je zeg maar alles wat, want dat zie je, dubbelzijdig tape wat op zit en wat niet bedekt is, dat glimt. En al die glimde gedeeltes, die plak je, of die doe je met een zwarte stift dicht te maken. Oké, dat was even een technisch iets. Daarna is het handig om deze hoekjes eruit te knippen. Want dan kunnen straks je basisbladen er makkelijker overheen. Oké. Nou, je weet, deze komt daarin. Het is natuurlijk, laat ik maar gelijk even goed doen. Want anders, ik hoor jullie vragen, moet die andere kant ook? Ja, die andere kant moet ook. Oké, dan heb ik dus dit. In principe is dit hetzelfde als dit. Alleen in het wit zie je het beter. Snap ik. Oké, en dan komt er op troep natuurlijk. Nou, dat komt zo meteen wel. We gaan naar onze basisbladen. Die hinge die plakken we er nog niet in. Omdat ik wil weten dat deze hinge goed is. En dat kan ik doen door middel van de basisbladen die ik uitgerekend heb. Dit zijn je basisbladen die je nodig hebt. 10 bij 11 centimeter. 8 maal. En dan ril je hem op 1 centimeter. Oké. Ik haal dit briefje er even bij. Want dit zijn zeg maar andere basisbladen die je straks ook nodig hebt. Dus, het worden van deze soort envelopjes. Het heet ook de enveloptechniek. En waar het om gaat is dat ik wel zeker wil weten dat dit past om mijn hinge heen. En vandaar dat ik hem er nog niet in plak. Ik ga dus eerst die basisbladen maken. 10 keer 11 centimeter. 8 maal. Nou, ik heb er al 4 klaar. Dan vouw je hem bij de rillijn vouw je hem op. Die kant ook. Je pakt dubbelzijdig tape met lijm. Met lijm doe je natuurlijk het één voor één. Met dubbelzijdig tape doe ik het alle twee tegelijk. Nou, het vorige album wat ik gemaakt heb was. Wat was het? Oh, Lady Vagabond. Die was nou niet echt voor een beginneling. Dus ik denk, ik gooi er gewoon eentje nog overheen. Ik maak dit. Deze tape haal ik uit. Ik gebruik altijd lijm in combinatie met tape. Want bij tape is het, als ik hier iets opplak, dan blijft het plakken. En dan krijg ik het met geen mogelijkheid los. En ik ben van de scheef plakken. Dus dit is eigenlijk een soort bezekering. Dan plak ik dus deze op elkaar. Je kunt hem natuurlijk heel goed uitlijnen aan de zijkant. Zodat hij recht ligt. Niet dat ik het nog presteer om het scheef te plakken. Oké, de andere kant behoeft geen lijm. Want ik hoef in principe niet te schuiven. Want hij ligt goed. Maar dan betekent dat ik dit naar beneden moet houden. En dit erop moet plakken. Oké. Dan ga ik naar mijn hinge toe. In dit geval de zwarte. En dan kijk ik of die past. Dat doe ik met alle vier. Oké. Deze gaat aan de kant. Deze hinge, die gaan we hier in het midden plakken. Ik heb hier al het midden aangegeven door een streepje te zetten. Dat heb ik bij die andere nog, bij het basisboekje, nog niet gedaan.
Ik ga hier met een potloodstreepje die ik later weggum, als ik dat niet vergeet, of 2,5 een streepje doen. Je wilt zien dat het dubbel, dat zeg maar de plakplastic, dat constant gaat bobbelen en los gaat laten. Maar dat is nou eenmaal de werking van de moleculen, noemen ze dat toch? Daar ook op 2. Dan weet ik ongeveer, ik heb een, dit is een half centimeter kleiner of groter dan de hinge of breder. Dus ik heb ruimte aan de boven- en onderkant heb ik over. Dus daartussen moet ik hem plakken. Okay. Wat ik voor de zekerheid altijd doe, is hier bij de overgang van de chipboard stukjes tape plakken. Pak daar kleine stukjes tape op, dus niet helemaal van boven naar beneden. Mijn ervaring is dat je dan dat allemaal straks terug kan proppen, omdat je allemaal van die smoezelige randjes krijgt. Dus ik neem een klein stukje. Oké, deze had ik inmiddels al met dubbelzijdig tape geplakt en dan gaan we alles verwijderen. Ik hoop niet dat ik te snel ga, anders moet je inderdaad, jullie hebben natuurlijk de keuze om heen en weer te spoelen. Ik hou alles in beeld qua de maten. Er komt onder het eerste, of onder, nou ik heb nu maar één deel van dit. Staat het de materialen die ik gebruikt heb. Mocht je zeg maar de materialen niet hebben die ik gebruik en je komt daar niet uit, kun je altijd via onze Facebookpagina vragen stellen of via een persoonlijk bericht. Maar via de Facebookpagina, daar zijn we z'n vieren en we zitten alleen met z'n tweeën op YouTube, dus de snelste weg is gewoon via de Facebookgroep een vraag stellen. Want dan zijn we er gewoon eerder bij om antwoord te geven. Oké. Nou, ik ben altijd helemaal gek met van mijn aalijm. Dat smeert zo lekker. Alleen, als je snel werkt, is de kans natuurlijk wel groot dat het gaat schuiven. Want dit duurt heel lang voordat hij droog is. Maar het smeert zo heerlijk. En hij is gewoon super, deze lijm. Alleen het enige is wel, hij vlekt. Dus als je met zwart papier werkt, dan moet je er wel mee oppassen. Nou, op deze lijmstroopjes doe ik ook wat lijm. Zodat ik nog kan schuiven als dat nodig is. Dan gooi ik alles om. Nou, ik zoek dit puntje, dat puntje en deze zoek ik op. Ik moet dit van een afstand doen, anders zien jullie mijn uitgroei. Dus ik gok een beetje. Okay. Kijk, nou zit ik precies op die lijn. En dan kun je hem aansmeren. Dit is die witte, hè? Die witte die heb ik niet nodig, want dat was dus als voorbeeld. Okay. Dit vouw je niet dubbel papier. Dat had ik net gezegd, als je met plastic zou werken, dan zou het wel lukken, maar daar kun je geen hinge maken. Dus dat betekent dat je hier met je vouwbeen in moet en hem moet helpen omhoog te komen. En deze kan precies hetzelfde. Het vouwbeen erin. En dan zul je zien dat, zie je deze lijn die droogt wat langzamer, met het gevolg dat je wel even alles elke keer aan moet drukken. Je kunt er ook een klem overheen zetten, dat doe ik ook wel eens. Ik zal even kijken of ik een klem hier heb. Bijvoorbeeld zo'n klem en dan zet je hem even vast, dat hij gewoon goed droogt. Deze is wel heel huge, maar moet ook lukken. Dit heet trouwens papierklemmen. Zo, dan kan het even drogen. Nou,
vind het prima zo. Ik hang mijn papierklemmen weer terug. En dan kom ik bij deze vier mapjes. Normaal gesproken... Oh, wacht even. We gaan eerst dit even wegwerken, want dat is echt lelijk. Hier moeten stukjes papier overheen. Ik zou hem maken in verband met het zicht. Ook deze lengte. En dat is 9,5 centimeter. I believe. Sorry, 10. Dus je neemt een stuk van 10 centimeter. Okay. Je meet hem af. En dan zie je het lelijke hoekje. Jongens, het is handwerk, hè? Dus er mag best wel een krukkeltje of wat dan ook in zitten. Dus dat hou ik mezelf voor. En hij komt tot hier. Ik stop een klein stukje voor het einde. Heb ik dit stukje. Oké. Ik ga hier, dit ga ik opplakken met, ook met dubbelzijdig tape. Mijn ervaring is dat als je met plakplastic werkt en je daar met lijm op gaat werken, dat het voor mij is het niet stevig genoeg. Dus ik doe altijd wel een tapeje. Maar het hoeft dus niet. Dit is iets wat bij mij aan mij ligt, zeg maar. Oké. Die plak ik erin en aan de andere kant heb ik ook een stukje. En zorg ervoor dat je, dus deze is te lang, je ziet dat deze over die richel heen komt, blijf voor die richel. Dus hier moet een stukje af. Nou, dat gaat wel lukken, toch? Oké, de bekleding aan de binnenkant heb ik gedaan. Ik heb aan de buitenkant heb ik ook vast bekleed. Dit gaat constant los. Omdat ik deze op wil hangen. En als ik straks die basisbladen erin doe, dan wordt het moeilijker om deze op te plakken. Tenminste om hem recht erin te zetten. En ik heb daarvoor een papiertje. Dit is trouwens een groot, vanuit een groot vel. Van 30,5 bij 30,5. Dan zitten deze kaarten zitten daarin. Die moet jij wel uitknippen. Maar daar heb ik dus dit van. Als je je eigen afvraagt, hoe kom ik dat? Want als je dat in dit ziet, en als dit nog bij zit, voordat ik hem al geknipt heb. Ja, die dingen zijn allemaal veel kleiner. Dus ik vind het fijn om te werken met een 30,5 en een kleinere blok. En omdat je dan toch hetzelfde, van hetzelfde plaatje. Is het dan toch net anders. Okay. Deze wil ik hier in het midden hebben. Okay. Ik pak deze steun. Ik weet niet meer waar ik hem vandaan heb. En ik kijk of dat ik hem ongeveer hetzelfde kan doen. Want hij moet dan natuurlijk naast die andere album. Waar hij dan terecht komt. En daar doe ik een zwart puntje. Of een ietsje lager nog. Ja, dat fijne werk is voor mijn handen een verschrikking. Omdat mijn motoriek niet zo geweldig is. Dan heb ik hier twee puntjes, dan heb ik een gat in. Dan pak ik twee splitpennen. Twee splitpennen. Met lange poten. Dit is een gewone splitpen. Je ziet dat die poot, dat die, kunnen jullie dat zo zien? Of, dit plaatje.
Je hebt ze met lange poten en met korte poten. Dan zie je dat verschil. Nou, ik werk het liefst natuurlijk met die lange poten. Omdat ik dan zeg maar minder kans is dat die eruit flopt. Dus deze, die kleine splitpennen vervang ik altijd door lange. Een tipje. Deze gaat hier doorheen. En dan door het papier heen. Goed aandrukken of goed vasthouden. En dan kunnen die pootjes uit elkaar en dan zit die vast. Je ziet het ook wel eens dat ze hem dwars door de album heen doen. Dus in principe niet nodig, want het is, ja, je gaat er niet aan hangen. En ook al zou je er aan gaan hangen, is niet nodig. Oké, dus nu heb ik mijn pootje erop, dus nu zou ik hem erop kunnen doen. Maar ik wil die toch voor de zekerheid zorgen dat die splitpen er niet uitvloept. Dus ik pak wat tapejes. Even met iets plots goed aandrukken. Hier doe ik twee tapejes op. Dan hoop ik echt dat sommige mensen doen het met een lijmpistool erop. Hè, dat je hem zo sealt. Zo prima. En ik plak deze op met en de dubbelzijdig tape en lijm. Dus dan doe ik vaste tapejes erop. Dan ga ik smoetsen. Ik gebruik daar Distress inkt voor. Kleur Vintage Foto. Maar het maakt niet zoveel uit als het maar donker is. Want het gaat om die witte lijn. Die je anders ziet op het wat gewoon afsteekt tegen het zwarte papier. Dus die heb ik ook allemaal gesmoetst. Dan lijkt het net of dat er gewoon invalt. Dan gaat de tape eraf. Hoe meer tape je erop hebt zitten, hoe langer je bezig bent om het eraf te purken. Oké. Draai hem om. Plak hem in het verlengde. Je had hier ook het midden aan kunnen gaan geven, maar heb daar niet al te zin in. Ik denk het komt wel goed. Toch? Het kan zijn dat hij een beetje afwijkt van de andere. Maar dat maakt niet uit. Oké, goed aandrukken. Kijk, dit duurt eventjes voordat dit goed strak is. Dus met dubbelzijdig tape ook. Dat gaat er vanuit, dat blijft gewoon plakken. Oké, dan hebben we onze vier basismakjes. En die gaan hier omheen. Dan heb je natuurlijk last van die beugel. Hoe doen we dat? We halen hier die twee tapejes aan beide kanten, die halen we eraf. Niet alles tegelijk eraf halen, gewoon strookje voor strookje. Je ziet wel, dit is vreselijk statisch. Kan het aan mij liggen hoor. En vooral in de winter, dus alles is het, hangt het overal als je dat vroeger gebruikte. En ik dat deze tape altijd, die rode. En het plakt wel goed, alleen dat statische, dat is verschrikkelijk. Ik doe wat lijm op, zodat ik al eventueel kan schuiven, mocht dat nodig zijn. En die lijm doe ik dus op de tape. Dan pak ik de basis, die schuif ik er overheen. En ik stop een stukje van de rand. Het is 1 of 1,5 millimeter, meer is het niet.
maar dusdanig dat ik hem kan vouwen. En je ziet ook, deze is niet recht. Dus dat betekent, en als het goed is met je lijm, kun je nog een beetje sturen dat hij dus recht ligt. En als dat het geval is, dan kun je hem vastplakken. Even kijken of hij niet te hoog is, want hij mag natuurlijk niet uitsteken. En dan is plakken plakken. Kijk, dat is je eerste plak. Normaal gesproken doe je eerst dit pimpen, voordat je dit erop doet, op de hinge. Maar ik wil het nu zo gaan doen. Zodat, want het is een heel simpel boekje. Ik heb geen gekke, hele gekke fratsen erin gedaan. En dan kan iedereen het maken. Maar ik ben altijd het liefst. Stop nog met dat, sorry. Het liefst van alle losse onderdelen die je hebt, her en der liggen. Die heb ik het gewoon het liefst gewoon gelijk in het album waar het hoort. Zodat je. Tenminste, ik ben altijd alles kwijt. Dus daar ook voor. Oké, pakken we de volgende. Dus het is heel erg. Dus, ja, het is echt zaak dat je dit van tevoren meet. Want het is echt een frustratie op het moment dat je erin wil plakken en hij past niet. En nu weet ik ook zeker dat hij past. Kijk, ik heb maar een heel klein stukje, ik denk 1 mm speling van onderen. En als je breed tape hebt, ach my gosh, dat lijmt aan alle kanten. Als je met die brede tape zit, dan zie je hier een glimmend randje van het dubbelzijdig tape. En dan pak je je stift. Het mooie is dat ik bij die andere heb ik het natuurlijk allemaal met breed gedaan, met brede tape. En dus alles heb ik moeten stiften. En dan ga ik jullie nu vertellen hoe het moet. Er wordt ook nog geruisterd. Wat een luxe. Oké, tape erop. Lijm erop, sorry. Ga ik er overheen. Dus dat ga je nog niet aandrukken. Je gaat eerst kijken of dat die hetzelfde is. Hetzelfde loopt. En nog een beetje naar beneden. Want anders steekt hij aan de buitenkant uit en dat wil je ook niet. Ik moet hem kunnen buigen, daar gaat het om. En vast. Nou, de laatste. Even iets wat ik bedoel. Met dat statische. En inderdaad, vooral in de winter. Is het een verschrikking. Dan ga je boodschappen down doen daarna. En dan zitten mensen je aan te kijken omdat je overal rode plakband dingetjes hebt hangen aan je handen en je kleren. Lijm erop. Nou, dit is simpel, toch? Dat hij recht is, heb ik hem goed genoeg naar beneden, zo ja, plakken. Oké, nou eens kijk eens, album is al bijna klaar. Oké, gaan we naar het volgende stuk. Oké, deze hebben we gehad, die heb ik ook doorgestreept. Dan gaan we naar deze. 9,5 bij 19,5 centimeter. Dat 4 keer. Dat is dit blad. Ik heb hem daar in zwart liggen. En dan heb ik 2 rillen op 9 en op 9,5. En die ga ik vouwen. Dan krijg je er een opstaande rond, zeg maar, in. Dan krijg je dit. Als je het album pakt, past het, als het goed is, deze past hierin. En dat is dus het kleine stuk. Even kijken. Het kleine stuk past hierin.
En als het goed is, komt hij ook tot aan de. Tot die. Zeg maar. Tot het einde. Tot de eerste rillijn. En dan heb je hier. Kijk maar, een extra blad. Dus vandaar die. Zeg maar vier keer. En dan heb je dat in ieder geval vast als basis. En dan kan dat erin. En je hebt hier die opstaande rand. Mocht het zijn dat hij niet past. Want dat heb ik ook gehad. Ik denk van, potverdorie, het past niet. Probeer dan de andere kant. Want dan heb je waarschijnlijk het lange stuk erin. En dan past hij inderdaad niet. Dan is hij veel te groot. Dus de korte stuk erin. Mocht het zijn dat, dat jouw pocket te smal is. Dus dat hij, dan kun je er altijd nog een richteltje afhalen. Zodat hij wel past. Dus je maakt hem dan passend. En dat doe je vier keer. En dan heb je vier pockets. Of pockets in lages. Oké, volgens mij hoorde ik mij de naam inlagen noemen. Nou, ik weet niet wat een inlage is. Zal er wel in zijn in plaats van een bijlage. Als jullie maar snappen wat ik bedoel. Oké, nou hebben we dit. Dus die, zeg maar die dingen die erin gaan. Ik heb trouwens hier wel al designpapier op gedaan. Dan wordt die, ten eerste wordt hij steviger. En ja, dan is dat maar gedaan. Ik ga daar niet dure designpapier voor gebruiken. Ik heb hier gewoon kraft voor gebruikt. En denk eraan, kraft heeft twee kleuren aan beide zijden. Ze zijn verschillend. Dus wil je hetzelfde hebben, dat je daar wel op let. Kijk, zo gaat hij er makkelijker in. Omdat hij dan wat meer body heeft, zeg maar. Oké, nou, dit dat irriteert mij. Dus dat gaan we met magneetjes oplossen. Als je niet met magneetjes werkt, maar met glitterband, dan moet je dat natuurlijk doen na het designpapier. Dan zou je hem eventueel even alvast uit kunnen halen, zodat hij niet wiebelt. Oké, magneetjes. Hoe zet ik die vast? Je pakt een magneetje, want ik weet al dat ik hier niks ga doen. Dus ja, met die wetenschap kan ik dit met een gerust hart doen. Die plak ik dus zo op. En dan pak ik twee andere magneetjes en die laat ik op kleine hoogte. Dan krijg je de plus op de min en de min op de plus. Oké. En dan gaat hij dus naar de overkant. Maar voordat hij dan naar de overkant toe gaat, pak ik twee hele kleine stukjes tape. Het gaat er alleen maar om dat hij aan de overkant dat hij daar pakt. Die tapejes haal ik eraf. Dan ben ik in beeld. Dat zijn hele kleine stukjes, dus dat. Laat nou eenmaal zo. Oké, ik zorg dat die rand hier goed tegenaan zit. Dus dat je echt die opstaande rand hebt. En dat je hier, want hij is ietsjes kleiner dan de blad eronder. Dat hij in het midden ongeveer daar zit. En dan, als het goed is, als ik hem dan optrek, zit hij gelijk precies aan op de goede plek. Dan pak ik twee tapejes. En die plak ik hier overheen, zodat ze nergens meer naartoe gaan. Oké. Dan heb ik die namelijk vast. Lintjes. Door de lintmarkering kun je zien waar je hem open moet maken. En eigenlijk moet je dat overal doen. Vooral als je een album ergens bij iemand wil laten zien. Ja, weet je, die weten dat niet natuurlijk. En die lopen overal drukken en aan te trekken. Met het gevolg dat jouw. Ja, dat het. Het blijft natuurlijk op papier. En deze gaat dus in het midden. Dus vandaar die lintjes. Een stukje van de kant. Want die zaadpapier komt er natuurlijk hier nog tussen. Dan haal je deze eraf. Je plakt daar. Dit is ongeveer 5 centimeter. Plak een gedeelte erop. Ik pak altijd twee stukjes tape.
Dan vouw ik deze naar binnen met een klein stukje nog wat uitsteekt. Of tenminste wat dan, ja. En dan pak ik hier twee tapejes op. Kijk, dan heb ik een heel klein stukje lint wat uitsteekt. Oké, dus deze ga ik ook allemaal met magneten doen en een lintje in het midden. Dan is dat als basis gewoon klaar. Oké, bij mij zit er nou niks meer los. Dus dan gaan we beginnen met het maken van pockets en zo. Ik ga er een paar voor doen. Of tenminste hoe de standaard pockets gemaakt worden. Ik wil hier beneden een pocket van 4 centimeter. Dus dit is 4 centimeter. Dan maak ik aan de ene kant een flap. Die is bij mij altijd 1 centimeter. En bij de meeste boekmakers of albummakers is dat 1 centimeter. Een halve inch komt ongeveer overeen met 1 centimeter. Dus als jij een Engelse of Amerikaanse tutorial volgt of wil volgen, dan hou je dus in plaats van die halve inch. Ja, je kunt ook de halve inch gebruiken op de meeste linealen staan hier inches en daar centimeters. Dan kun je ook volstaan met 1 centimeter. Dus dat betekent dat de buitenlandse video's, ik ben vooral gecharmeerd van de Scrap Queen, dat is ook degene die mij dit geleerd heeft. Die praten in het Engels, maar in principe zou je met het geluid uit, zou je een workshop van haar kunnen volgen. En dat is, vaak heel veel mensen de drempel van als het niet in het Nederlands is, dan kan ik het niet. Nou, dat kun je best. En hoe meer albums je maakt, ik kan ze zelf in het Pools volgen. En dan versta ik niet eens Pools. Dus dat is maar een tip. Als je bij mij uitgekeken bent, ga wellicht bij een ander kijken. En die hebben weer een hele andere inval. Oké, dan meet ik hem af. En dan zet ik hier een potloodstreep waar die moet eindigen. En dat is natuurlijk aan het einde van 1 mm voor het einde van papier. Oké, dan ril ik hem daar. Als ik weet waar het puntje is en ik leg hem hier tegen die kant aan, dan weet ik dat hij recht ligt. En dan heb ik een randje nodig van 1 centimeter ongeveer. Die vouw ik dubbel. Dan pak ik mijn dubbelzijdig tape. Deze gaat even weg. Pak ik mijn dubbelzijdig tape. Dus een flapje om op te hangen is altijd, of kun je altijd, je kunt ervan uitgaan dat het 1 centimeter is. Of een halve inch. En dan heb ik het over de ophangingen. Okay. Dan ga ik ze af. Dan neem ik lijm. Ik werk met zwart papier, dus ik zorg dat ik lijm heb die niet vlekt. Want je gaat nu echt op het werk ga je plakken. En als je dan iets schuift, dan is het wel heel erg lelijk als je een vieze vlek hebt. Ik werk graag met deze lijm door het puntje. Alleen deze lijm zelf is heel snel droog. Soms te snel. Aan de onderkant doe ik een lijntje. Lijm. De ervaring is dat als je dat met dubbelzijdig tape doet, dat alles wat je erin stopt, eraan vast blijft plakken. Want dubbelzijdig tape droogt eigenlijk nooit. En dat is mijn mening. Het kan misschien een andere mening zijn van andere boekmakers. Dat is mijn mening. Oké, zorg dat je dus inderdaad uit die ril blijft. En ik wil eerst pockets gaan maken en daarna ga ik ze bekleden. Waarom werk ik eerst de buitenkanten af? De buitenkanten, dit is smaller. Dit papier is 9,5, dit is 10,5. Dus ik wil eerst mijn grote stukken papier gebruiken voor de, zeg maar, de zichtbare kanten. En dan begin ik eigenlijk met het grote papier. Maar dat heeft te maken met je papier. Als je volle papier hebt, dan maakt het uiteraard niet uit.
Maar ik wil het doen met 2 paperpads en dan 3 albums maken. Dus ik let daar wel heel erg op. Oké, we gaan naar de achterzijde. Pak even een stuk papier erbij. Oké, dan ga ik naar de achterzijde. De achterzijde is een flap naar beneden. Dit is, ik zei net 10 centimeter, maar het is 10,5 centimeter. En ik heb een stukje papier van 10 centimeter breed. Dit is gewoon een reststukje. Probeer altijd je reststukjes eerst op te maken. Hier komt weer een, laat ik boven gaan werken. Een flap aan van 1 centimeter. Die gaan we dubbel. Nou, en dan kijk ik tot waar ik hem wil hebben. Nou, dat is ongeveer is dat hier. Denk ik. Zo'n beetje. Die gaat er dan af. Acht centimeter. Oké, dan heb ik die flap naar beneden. Wat ik graag wil is met deze is een afgeronde hoek. Dus ik pak een hoekhandpons moet ik zeggen. En dan kun je de hoekjes mooi mee afronden. Oké, er komt dan een tapeje. Kijk altijd of dit recht is, want het zal niet de eerste keer zijn dat ik de flap aan de verkeerde kant heb zitten. En dan gaat het nu worden. Tape eraf. Ik gebruik puur deze lijm ook, omdat ik dan snel kan werken. Snel droog. Dus het hoeft niet per se. Dan heb ik hem hier hangen. Zorg dan wel dat je de lijmpot elke keer dicht doet, want anders droogt hij uit. Oh. Ik wil dit niet dat dit flabbert, dus ik wil mijn magneetjes. Hier. Draai het werk naar me toe. Nou, ik doe hier even wat extra aandacht aan geven, omdat het een klein boekje en een klein album is. Dus deze is in principe voor iedereen te maken. En als je er echt niet uitkomt, dan kun je altijd je hulplijn bellen of berichten. En dat is op Facebook de Vreubelgarage. Nou, zonder de. Gewoon Vreubelgarage. Dan pak ik daar 2 stukjes tape op. Overkant en dan kun je hem gelijk positioneren. Zet je ze vast. En nou je toch hier bent, doe gelijk het lintje voor het openmaken. Ik pak een liniaal en een lintje. Ik ga eerst je tape pakken. Je kunt ook met een potlood eerst een streepje doen. Ik doe hem gelijk erop. En dan heb ik hier het midden. Het is bijna 10. Dus dan komt hij hier bij 5. Deze gaat er vanaf. Hoop ik. Zal toch wel. Die. Vast. Nou,
deze pagina's, de voorste en de laatste, is dus klaar eigenlijk om designpapier op te doen. Zorg dat je overal een randje hebt en dan zie ik je zo weer terug. Oké, hier wil ik jullie even meenemen in deze pocket. Ik neem een papiertje wat in de pocket past. En je ziet dat hij te groot is, dus ik ga een stuk gebruiken voor de onderkant. Dus ik teken hier af, naar aanleiding van een zwart randje overal, teken we hier ook af en daar snijken. Nou, mijn papier is dubbelzijdig, dus... Als ik hem omdraai, even kijken hoor, als ik dit, ja, hier dan. Als ik deze omdraai en deze hier zo gewoon laat, kijk, want hij hoeft niet helemaal in de pocket, want dat zie je toch niet. Dus hij komt tot hier ongeveer. Maar dat is voldoende. Het gaat erom dat je hem niet ziet. En deze onderste gebruik ik daarvoor. Weet je, dit heeft allemaal te maken met besparing van het papier. Dus constant uitfiguleren om het meeste uit je papier te halen. Dit zijn mijn van twee albums die ik gemaakt heb, zijn dit mijn restjes. Dus elke keer kijk ik naar mijn restjes, zit daar iets bij wat ik kan gebruiken. En want dat werkt gewoon het effectiefst. Oké, hoe plak je dit op? Oké, ik doe het smutsen weer voor die het zwarte. Niet iedereen ziet het, ik zie het wel. En dat is helemaal aan jezelf of je daar aan meedoet, ja of nee. Dit kan gewoon met lijm. Hier hoef je geen dubbelzijdig tapepoort te gebruiken. Mag wel. Maar het hoeft niet, want dit is papier op papier. Net was het papier op plastic. En dan is dat gewoon een heel ander verhaal. Vind ik. Maar alles wat ik hier zeg, dat is mijn mening. En iemand anders kan het anders doen. Okay. Gebruik niet te veel lijm. Ook al is de neiging groot. Ik denk dat het goed plakt. Maar lijm gaat op papier, als het nat is, als te veel lijm, gaat het bobbelen. Dus pas daar mee op. Okay, heb ik boven nog een randje. Yep. Oké, ja. Nu heb ik mijn pocket. Hier kan ik hier straks nog wat in doen. Het achterste blad heb ik ook gedaan. En hier heb ik kracht voor gebruikt om papier te besparen. Dit zie je toch niet. En mij is het belangrijkste dat je het designpapier ziet aan de zichtkant. En mijn keuze is dan gevallen op als ik dan moet kiezen, dan doe ik in eerste instantie zichtkant. Ga jullie wel meenemen in het proces met mijn papier. Dus het kan zijn dat ik van voor naar achteren, van achteren naar voor ga in het album om te kijken waar ik stukjes papier kan gebruiken. Oké, gaan we naar blad 1. Blad 1, dat is hier een flapje en nog een flapje. Oké, dus die gaan we maken. Ja, nu. Je neemt een stuk van 10 centimeter ongeveer. En ik baseer dat op de maat van dit papier. Dus, ja, het is 9. Ik zal hem inderdaad 9,9 nemen of zo. Dus een heel klein stukje eraf. Het is echt een friemeltje wat eraf moet. En dan maak ik daar weer een flap van 1 centimeter aan. Die flap ga ik vouwen. En dan is die flap
die gaat van binnen naar buiten. Dus dat kan ik meten. En dan kan ik ook zien tot hoe ver, waar ik hem dan moet snijden. En dat is dus hier. Die naar daar. Oké, tapeje erop. Ik hoop dat ik deze video binnen 1 video kan opnemen, zonder dat die 3 uur duurt. Dan heb je het ook allemaal maar gehad, want zo moeilijk is dit album niet. Dat ik overal bij moet zijn. Oké, wat lijm erop voor het schuiven eventueel. Oké, je kunt hem uitlijnen. En als je denkt dat hij recht is, dan is het aandrukken en trap. Oké, hier binnenin zat een strookje. Het zal ook een restje zijn geweest. Ik ga hem even opmeten. Je mag hem altijd iets groter of iets kleiner maken, dat maakt mij niet uit. Maar ik vind het contrast, deze is 5,5 centimeter. Dus ik neem een strookje van 5,5 centimeter. En dan zet ik hier 1 centimeter een rul. Dit wordt mijn plakstrook. Even kijken tot hoe ver die moet. Dat hier. Pas op dat je niet in die rill terechtkomt. Als hij iets korter is, dat maakt niet uit. Het gaat om het flapje niet. Je kan ook hier de hoeken van afronden als je dat wil. Ik heb daar niet voor gekozen. Dat was helemaal aan jezelf. Oké. Nog even afhalen. Kijken of dat hij wel is zo scheef als ik weet niet wat. Maar ja, voor mij niks nieuws natuurlijk. Oké, dat was die. Oké, nou wil ik natuurlijk niet dat hij zo flubbert. Dus daar gaan we weer. Magneetjes. En 4. Hier zit die flap in het midden, dus zorg dat je daar vandaan blijft. Dus dat hij niet op die flap terecht komt. Ik weet dat omdat ik dat natuurlijk al een keer gedaan heb. 2 magneetjes smijten we erop. Ja, je wordt hier steeds behendiger in, naarmate dat je het doet. En dan lijkt het alsof je van, joh, ik ga hartstikke snel. Maar ja, jullie hebben natuurlijk het voordeel dat jullie de video stop kunnen zetten. En ik heb hem natuurlijk al 2 keer gemaakt. Dat scheelt natuurlijk ook. Dus ik weet wat ik tegenkom. Want dat heb ik, wat alles wat fout is gegaan, dat heb ik al gedaan. Want zat er meer papier in mijn prullenbak dan dat op het album zat. Kijk, nou zit hij buiten die flap.
zielen. Je kunt hem ook doordat je magneetjes plaatst, kun je hem ook een beetje recht trekken, het papier. Af en toe dan, het ligt natuurlijk aan jezelf, dat je net iets scheef ingeplakt. Dat je daardoor de delen beter op elkaar kunt krijgen. Daar zijn de magneetjes ook ideaal voor. Nou, dit is ongeveer 10. Dus hier komt het lintje. Het lintje is iets wat vaak vergeten wordt. Ik doe er zelf ook al mee. Dus het is altijd de flapjes maken, magneetjes, lintjes. Dat is de volgorde. Dit lintje had ik eigenlijk al gezien. Dat hij iets uitsteekt als je van bovenaf in de album kijkt. Of vanaf de zijkant. Maar ja, toch wil ik hem plaatsen. Oké, een lintje, magneetjes, helemaal goed. We gaan gelijk door naar de volgende, want we gaan straks, dan zeg ik, ga jullie meenemen op zoek gaan naar het papier. Dus we gaan deze doen. Oké, dan gaan we naar de volgende pagina. Een flap van boven naar beneden en een flap van links naar rechts. Die van links naar rechts die is 5,5 centimeter. Ja, 5,5 centimeter. En daar heb ik een flap aan gemaakt, weer van 1 centimeter. Weet je, op zich is het allemaal hetzelfde van het ontwerpen van albums. Dingen, soms heel veel dingen is gewoon, komt gewoon terug. En iedere designer doet met die flapjes werken. En het is net weer iets, als je net iets nieuws hebt, dat je een flapje de andere kant op hebt. Of scheef, of rond, of wat dan maar ook. Oké, hier kun je zelf bepalen tot hoeveel je hem wil. Nou, ik hoef, zal ik de andere aanhouden? Heb je ook 7? 7. Hier snijd ik hem. Af. Lijm. Oeps, het verkeerde. Kijk goed uit waarop je werkt. Zo zonde als je het allemaal af moet halen. Omdat het verkeerd geplakt is. Aan deze kant kijken of dat recht is. Voor het oog is het recht. Oké, dan hebben we een flap naar beneden. Sjane, doe die lijmpot nou eens dicht, want straks is die weer verstopt. Dit is een stuk van 7 centimeter. 7 centimeter. Een flap eraan maken. Naar beneden toe. Kijk, deze. Ik wil in ieder geval dat hij over deze heen gaat en dat hij, want deze wordt meer magnetisch dichtgemaakt. Dus daar hou ik rekening mee. Dus hij eindigt bij mij hier. Dat is voor jullie 9 centimeter. Tape je erop. Aangezien ik normaal, de laatste tijd doe ik niet meer dezelfde albums nog een keer maken. Dat is voor mij ook leuk om te blijven. Maar ik wil hier nou een serie van 3 hebben. En dan kom je
ontkom je er natuurlijk niet aan om zeg maar hetzelfde te maken. Want drie verschillende albums vond ik een beetje overdreven. Dus dan gaat het allemaal wat sneller. Oké, hier dezelfde procedure. Vier magneetjes. Hier. Riek, dat raakt hier niet bij. En een lintje. Nou, jullie weten wel hoe dat moet. Oké, gaan we naar de volgende pagina. Het is elke keer de rechterpagina. Hè? Dus de voorkant zeg maar, van ieder basisblad. Bij de volgende pagina is het een pocket naar beneden. En met een pocket wil ik zeggen dat daar wat in kan. Kijk, daar komt het in. Oké, pocket naar beneden. Ik heb hier een stuk van 5 centimeter, of een strook van 5 centimeter. Heb ik een flap aangemaakt. Even kijken of ik de goede kant op werk. En dan gaat hij van die kant naar die kant. Dus dan lijn je hem uit. Potlood. Hier komt de flap. En dan 1 centimeter. Daarbij snijd ik hem af. Dus dan heb ik nu 2 flapjes. Als het goed is, past deze er precies op. Of ik heb het verkeerd gemeten. Ik had al zo'n vermoeden. Kijk, ik mis net een stuk. Ik pak even een nieuwe. Oké, soms heb je wel het idee van dit is niet goed. Ons onderbuik gevoel, maar dat komt natuurlijk als je veel albums maakt, dan gebeurt dat. Oké. Dus onderlijm, zijkanten op de flapjeslijm. En de pocket is klaar. Oké, gaan we naar de volgende. Nou, we gaan er heel snel overheen. Bij deze ga ik wat langer stilstaan. Want dit heeft te maken met de magneetjes. Ik heb een stukje van 10 centimeter. Als het goed is, is de 10 centimeter. Dan gaan we hem natuurlijk hierop afmeten. En hier is die. Zie je wel? Dan kan het een millimeter schelen. Dat je hem iets kleiner moet maken of. Iets groter gaat niet, dus oké, dan is dit een flap, die kant op. Dus we maken eerst een flap op die 10 centimeter. En dan gaat die van die kant naar die kant. Ja, even netjes erin blijven. En dan is die 6 centimeter. Dus dit wordt 6 centimeter. Oké. Tape. Ja, heel veel dingen komen gewoon ook terug, dus dat weet je onderhand wel. Okay. Ik draai hem die kant op, want hij moet van rechts naar links. En ik vind het makkelijkste werken met het werk naar me toe, maar dat moet je gewoon voor jezelf bekijken. Wat je prettig vindt. Pak hem wel op je basis en niet op de tag die erin zit. Oké, dan gaan we dit ding maken. Maar voordat we dit doen, moet hier eerst een stuk designpapier op. Dus ik ga een stukje zoeken wat hierop past. Oké, gaan we nu naar de sluiting. Nou, ik heb hier een, dat
dat is ook van dat papier. Allemaal van die quotes. En ik heb daar eentje uitgeknipt. Je ziet dat ik hier die andere ook uitgehaald heb. En ik maak daar een papiertje omheen. Of ik snij daar een papiertje omheen die daar zeg maar met aan alle kanten een zwart randje. Oké, dan ga ik die erop lakken. Dus ik geef hier geen maten voor. Je kunt gewoon zelf kijken welke maat je neemt. Nou, als je niet een papiertje hebt die zeg maar waar speciaal iets op staat of zo. Want je kunt ook natuurlijk een vierkantje maken of een driehoek. Weet je wat jij wil. Ik denk dat het voor de meeste boeken of albummakers het een sport is om met je papier uit te komen. En het papier optimaal te gebruiken. Oké, dan komt deze hier op. En dan wordt hij met een magneetverbinding aan die kant. En de magneet, hier zitten twee magneetjes in die naar de overkant toe gaan, waardoor die blijft zitten. Dus, de magneetjes is een gegeven, die komt dus aan die kant. Dus als ik hem omdraai, aan die kant. Dus daar doe ik vast magneetjes. Heb je geen magneetjes hiervoor? Wees inventief. Klittenband, een swing tag. Er zijn diverse opties. Even kijken wat handigst is. Handig is als ik dit niet zo groot maak. Een stukje afhaal. Er komt natuurlijk aan de achterkant straks een designpapiertje op, maar die mag natuurlijk mag je niet het magneetje zien. En nog een magneetje. En die plakken we hierop. Oké. Dan nemen we een stuk designpapier. Ik heb hier kraft voor gekozen. Omdat dit zie je toch niet, deze kant. Dus dan ga ik daar niet mijn mooie designpapier voor gebruiken. Dus ik heb hier gewoon een stukje kraft. Die ga ik smoetsen. Of inkten. Maar dan haal ik de magneetjes eraf. Of de plakband van de magneetjes. En dan plak ik deze erop. Hier een beetje op. Goed plakken. En dat papiertje, dat plak ik erop. Oké. Dus die magneetjes zitten verstopt. Oké. Dan laat ik de magneetjes hier opvallen. Dus daar komen ze aan de overkant. Dus wat je kiest is helemaal aan jezelf. Of dat je midden doet, midden of dat je meer, je moet alleen zorgen dat je natuurlijk niet naar buiten komt. En daar teken je hem af. En dan, dus ik wil hier de helft van. Zeg maar, dit is een stuk van 5. Hier bij de 3 wil ik hem hebben. En dan ga ik daar ook naar de 3. Dan gaan we ook een streepje kwijt. 3. Dus wat je kan doen is een lijntje trekken hier. Ga ik tape opplakken. Het moet wel aan de goede kant zijn. Ja, kan natuurlijk niet anders. Dus hier ga ik een tapeje tegenaan plakken. Tapeje op 3. 2. Wat je zelf wil. Dan maak ik hem open. Dat is mijn klik.
gebeurt nou als je te lang open staat? Dan droogt hij uit. En dat gaat heel snel nu met de verwarming aan. Dit doe ik puur voordat ik goed kan schuiven. Okay, wat ik dan doe, ik haal dit naar me toe en dan kan ik zien waar ik hem plak. Kijk even aan de voorkant of dat hij recht is. En volgens mij is dat wel zo. Als het scheef is, dan zij het zo. En dan neem ik voor deze twee weer die lijm dicht doen. Twee kleine stukjes. Het gaat alleen om het naar de overkant te brengen. En dan breng hem naar de overkant. En daar wordt hij. Oké. Die schillen we. Een stukje tape. En dan hebben we alle pagina's gehad. Oké, waar we nu mee beginnen is designpapier. De magneetjes zitten overal erop, de lintjes zitten erop. Dus in principe is het nu, zeg maar, pimpen. En wat ik persoonlijk vind, is dat ik begin altijd met de zichtzijde. Dus dat is dit. En dan kan dit en dit ook ondervallen. Hè? Dit. En als ik hier... is de zichtzijde natuurlijk alle tweede flapjes en dit. En hier is uiteraard hetzelfde. En hier is alleen nog, zeg maar, de zichtzijde dit. Achter de flapjes, even kijken. Ja. Achter de flapjes heb ik al mijn voorbaat kraftpapier gedaan, dus mijn bijpapier. Omdat, ja, dat vind ik niet zo belangrijk dat daar mooi papier op zit. Dus ik heb aan beide flapjes heb ik kraft gedaan. En nu is het dus het uitzoeken van het papier. En stel dat als je dit kleine stukje tegenkomt en je denkt van ik heb daar nog geen stukje van. Misschien dat je die op het laatst wel hebt. Dus ga daar niet een groot stuk papier voor snijden. Kijk eerst wat je hebt. Oké, nou succes en ik zie jullie zo. De zichtzijde heb ik gedaan. Designpapier, hier designpapier op. Dit is ook een zichtzijde. Kijk, voor dit stukje heb ik niet, die maat heb ik niet. Ik heb alleen maar grote stukken liggen en dat vind ik dan zonde. Dus die moet nog maar even wachten. En deze gedaan. En deze ook achterlaag. Oké, wat is de volgende prioriteit? De volgende prioriteit, tenminste bij mij, is dit blad. Dat is eigenlijk voor mij ook zichtzijde. Dus daar, dat is 1, 2, 3... vier blaadjes. Oké, deze kantjes is ook allemaal gedaan. Deze nog steeds niet gevonden. Die. Oké, dan gaan we naar de binnenkant toe. Die. En hier. Hier moet je even kiezen. Welke van de twee prioriteit heeft. Oké, ik heb alles kunnen beplakken met designpapier. Zelfs dit stukje. Want dan moet je ook nog opletten wat heb ik aan de overkant. Dat je dan niet hetzelfde hebt. Die gedaan. Oké, we hebben toch nog een stukje papier nodig. En dat zijn strookjes van 0,8 centimeter bij 10 centimeter hoog. En dat is om hier tussen te plakken. En nou hoorde ik zeggen mensen van oh jee, dat had ik ook net. Dat betekent af en toe de prullenbak induiken. Ah, ik heb nog wel papier voor uiteraard de box waar die in komt. Maar ja,
daarom zeg ik, het wordt op een gegeven moment een sport om, zie je wel? Het wordt op een gegeven moment een sport om met het papier wat je hebt, om daarmee uit te komen. En ik had het berekend dat ik het met 2 paperpads zou kunnen doen. En 1 30,5 bij 30,5 vel. Maar ja, als ik 1 blaadje verkeerd had geknipt of gesneden, dan was ik niet uitgekomen. Dus. Dus ik zou dan wel, want ik heb in het verleden wel eens een hele paperpad moeten bestellen. Omdat ik 1 blad tekort kwam. Omdat ik zoveel. Je hebt vast van die periodes dat je zo verkeerd kunt snijden. En alles wat je meet, niet goed meet. En dus dan, maar dat is dan zonde natuurlijk, hè? Dat je een hele paperpad voor gebruikt. En nou, hier zit misschien maar ondertussen strookjes plakken. De ruimte ertussen is 1 centimeter. Dus als je hem op 0,8 centimeter afsnijdt, dan hou je nog een zwart randje aan de kanten. En dan is hij bijna klaar, jongens. Nou, ik heb er dan 3 op zitten. En zeg van, dit is, ja, ik zet er 1 op. 1 maar hebben we nu gezamenlijk gemaakt. Nou, die andere 2 die kun je terugspoelen. Want die zijn exact hetzelfde qua opmaak. En nou moeten we alleen nog, ik heb een slotje. Nou, die slotjes die worden hier, of die zijn door Leni gemaakt van de preubelgarage. En normaal staan wij op beurzen. En dan verkopen wij dit soort dingetjes die wij dus zelf met elkaar geflanst hebben. En, maar dit jaar geen beurzen gehad, dus ook niks verkocht. En meestal doen we dat de verkoop om, wij doen dat meestal tegen materiaalkosten. En meer om zeg maar ons beursgeld eruit te krijgen. Want we, ja, we hebben eigenlijk helemaal niks te verkopen. En dus dat doen we dan op deze manier. Door dat soort dingen te verkopen op beurzen. Zodat we ons in ieder geval ons zaaggeld terugkrijgen. Nou, ik weet dat hier dat het 5 centimeter van boven is. Dus gaat deze hierop. Nou, ik weet niet of jullie zin hebben in het gepurk van mij. Even goed meten. Ja. Hij is gegroeid naar 5,5. Ja, dit zijn van die klemmetjes waar je voor sieraden. En voorheen hadden wij natuurlijk ook een sieradenafdeling. Oh. Shana, je hebt een tang. Maar die hebben we helaas niet meer. En daar komen dit soort dingen nog vandaan als zijn een erfenisje. Want dat doen we wel eens vaker, inderdaad in de periodes dat wij op beurzen staan, een album zeg maar presenteren waarvan wij ook zeg maar de materialen waar je moeilijk aan kunt komen of per 100 moet kopen, dat wij die dan bij ons hebben omdat we die dan ook toch op moeten kopen. Hier ook 5,5. Ik hoop dat het goed is, anders moet ik hem loshalen. Nou, je ziet wel, dit is niet voor mijn handen weggelegd. Dus dat heeft altijd wat meer tijd nodig dan een heel album maken.
Oké, en dan moet ik hem natuurlijk ook nog op slot krijgen. Je kunt dit ook door een lintje doen of door niks. Hij komt als het goed is in een bak. Ik weet nog niet hoe of wat ik met hem ga maken. Kijk, en dan komen deze drie albums komen daarin naast elkaar. Oké, nou ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze tutorial. Er komt nog dus een tutorial voor de box als ik straks eruit ben hoe ik hem ga maken. Doei doei!